Goedemorgen allemaal, het is vandaag de grote Big Day. Het is nu bijna 8:30. Ja, en ik zie er nog niet uit. Nee. Het is vandaag dus 11 december. Ja, trouwen. Jessica is er ook. Ilona is er ook. Goedemorgen. Mijn mama is er ook. Hi. En mijn oom is er ook, maar die wilde nog niet op. Maar zometeen wel weer. Gaat goed. Je met hem. Zijn mascara even bij willen. Ja, bijna wel. Dus, Melissa is er ook. Hey, Melis. Kijk, ik zeggen voor de vloggers. Ja, voor de vloggers. Kijk, daar is Melissa. Hi. Hi. Nou, ik ga me zo omkleden en dan zien jullie mij straks. Wat wil je? Ja. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hi. En dan zeg je van dit is de camera van... Van ons, van mij. Zeg het weer, van mij. En niet van hem. Ja. Kijk, je wordt nu lekker in de make-up gezet. Nee, niet, jammer. Wat is jammer? Dat ik niet sla. Ze schrok. Oh. Ja. Wat dat En dat heb ik nooit bij hem, maar het is eventjes een andere stoel. Dat is eventjes even rennen. Dat is lekker stoel. Natuurlijk, ja, altijd, weet je toch? En weet u wie en wie hij allemaal op en op de foto zet, man? Ik heb dat genoeg heb aan het duwtje. Gewoon erop smeren. Ik heb het er ook op, enkel ik heb een grotere fles thuis. Ja, maar dit is L'Oreal, man. En wat denk je wat ik thuis heb staan? Oh, ja, wel! Er werd dus even reclame gemaakt, maar we worden er niet voor betaald. Ik heb gewoon de dure gepakt, helemaal fout. Niet fout, is goed. En dan ben ik tenminste eens een keertje duur. Hey, Loon! Nou, dit is dus mijn fotograaf. Ja, dat wist ik al. Ja, en dit is Henk Ros. Als je hem wil vinden, googelen. Onvindbaar. Wel nee. Echt niet. De link en die krijgen jullie allemaal onderin. Scheelt weer. Zo vakkundig ben ik nog niet hoor, Karin. Dat ik dat voor elkaar ja, krijg. Jawel. Maar Karin lukt het gewoon wel. In uw beschrijving. Ja, nou dan mag ik het allemaal wel doorsturen. Ja, ja. Dat is geen probleem. En als u gewoon artfotos.nl doet, man. Art. Als je daar 5-6 opnames maakt, kort, die pak je aan elkaar. Maar ik blijf niet staan, ik ga weer zitten. Gastvraag. Ik heb vroeger niet alles heel veel filmpjes. Nee hoor, wel kleine stukjes. Oké, okay, hoe moet die uit? Mensen die... Henk. Ja? Deze mag ik van die antenne doen, anders AR. Ik nou, even samen omdraaien en weer klaar. Kenbaar is dat je wel. Yo! Yo! De camera pakken. Ja, nu ja, al. Ja, oh, ja, dat wil ik hebben. Ik ben zo lekker van vandaag. Kom erbij. Jullie horen er ook bij. Tja. Kom erbij. Oh, sorry. Hoi. Kom erbij. Gefeliciteerd. Dankjewel. Fijn dat je erbij bent. Nee, nog niet. Ik hoef dat allemaal niet te doen, dat draaien in te doen. Ja, mooi, gewoon richten maar. Ja. Oké. Okay. Iedereen klaar met foto's maken? Nee. Ja, nou. En de bruidspaar, zijn we dat al? Ja. Het aanstaande bruidspaar. En het aanstaande bruidspaar, die zit dus nu in een mooie auto. Een mooie Jeep. Heel mooi. Heel mooi, ja. Precies. Hoe gaat het met jou en met jouw zenuwen? Ik merk nu dat ik veel zenuwen heb, ja. Ik merk het allemaal bijna. Scheelt weer. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Joehoe. Hè? Joehoe. Dat is leuk.
En dan hebben we hier ook nog allemaal auto's. Ik zal even een beetje inzoomen als dat lukt. Kijk, hebben we ook nog. Kijk, we hebben allemaal volgauto's. Hier achter zit en de twee Henks en met mijn andere mama, Ilona. Daarachter zit met die vlaggetjes, ik weet niet of jullie die kunnen zien. Mijn oom en mijn tante en mijn surrogatenzus, Jessica. En daarachter zit Alex met en met mijn schoonouders en met mijn schoonzus. Ja. Yeah. Dus het is hier nou ook lekker warm in de hand. Ik had het net koud. En de stoplichten en die doen we niet. Gele hesjes.nl. Mag dat? Nee. Gelehesjes.nl mag niet. Ja, jullie moeten nou een stoet voor laten gaan, dat is leuk. Helemaal. Tuurlijk zit er maar aan. En jullie dit idee? Wat jullie rol en taak
mijn dochter bijstaan, onder andere. Ja, helemaal waar. Zo ook als eventjes traantjes heb, eventjes helpen. Nou, mooi. Heel mooi. Blijven van met traan uitblijven. Ja, nou, heel mooi gezegd hoor. Het klopt allemaal. En ik wil jullie ook nog even nadenken in het kort waarom de wetgevende getuigelijk leven moet worden en dat dit vast is. Het heeft te maken met vier punten die we eigenlijk zo meteen moeten onthouden. En we zijn allemaal vandaag van deze ceremonie. Maar deze vier getuigen die moeten vier punten onthouden, want aan het einde van de ceremonie komen twee akten in de ceremonie. Eén akte waren we hier in de derde verdieping en één akte waren we in andere. Daar zit onze centrale bewaarplaats. Alle acten van Nederland vindt ook uit. Verwacht is er iets met die acten gebeurd, hè? Dan begin ik bij mevrouw. Ja? Mevrouw van der Wet, verklaart u aan te nemen op uw wettige echtgenoot, de heer Stademan. En belooft u getrouwd alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de Nederlandse staat verbindt? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Vertuigen. Heb je het gehoord? Ja hoor. Nou, maar moet ik het nog een keertje herhalen? Ja, heel graag! Nou, duidelijker kan niet. Hey, u bent getrouwd, maar met wie? Daar komen we nu achter. Meneer Staalman, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote mevrouw van der Werf en belooft u getrouwd alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat zou ik doen. Jee, hebben jullie het gehoord van ja, 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 ja. Nou, dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Schravenhagen dat mevrouw van der Werf en meneer Staalman door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. U mag elkaar feliciteren. Hey. Een kus. U mag elkaar kussen. Foto's, camera's. Kussen. Zo, ja. Wat zijn wij nu? We zijn getrouwd volgens mij. Ik heb een ring op. Is het zo? Ik ben geringd. Geringd. En nou zit je aan de ketting aan me vast. Ja. Je hebt een ketting om. Dat echt. En dat zei Jan altijd. Ja. Ja, ik ben ik krijg een ketting om en om mijn poot heen. Ja. Dus dan weet je dat eventjes. Okay, zit ik daar eens een ketting op jou te wachten? Nou, ik wou het eigenlijk nog gekker maken, maar dat hebben we maar niet gedaan, want dat mag eigenlijk ook niet meer. Met blikjes achter de auto. Ah, ja, ja. Nee, maar dat mag niet meer. Blikjes achter de auto. Nee, geen zo'n troep, hè, als die blikjes gaan slijten, dan gaat eruit. Nou gaan we naar onze mooie shootlocatie. Ja, en ik ben ook blij en dat Ilona mee is. Mijn mama, mijn papa. En mijn ouders hebben dus namelijk een knuffel aan elkaar gegeven. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Bijzonder in dit. Ja, precies. Gaat iedereen mee gelijk? Ja? Ja, dat is mooi. Ja, ik weet en dat je alles in de raad houdt. Scheelt weer.
Dat is mooi. We houden heel veel van elkaar. Nee, dat is niet zo vies. En Henk Ros die heeft inderdaad mijn... Hij moet eventjes mijn en mijn make-up een beetje bijwerken straks. Een beetje. Ja, mensen, we zijn nu bij de fotolocatie. We gaan lekker allemaal foto's maken met het bruidspaar en alle genodigden. En we hebben een heel mooi park voor. Heel mooi weer, een lekkere zon. Nooit meer tralen. En we gaan weer even een stukje lopen. Oh, het is koud. Dan gaan we weer lekker veel foto's maken. Daar staat het bruidspaar. En dan gaan we nog even verder. En we gaan nu foto's maken met de bruidegom. En de bruid staat nu naast me. En dit is nog de tijd die hier weer opkomt. Dus u heeft in principe altijd maar 8 minuten te filmen. De bruid staat naast me. Ja! Even niet op de foto. Nu even niet, nee. Gezellig. En we staan nu hier op Schakenbos. En mijn andere mama. Ja. En daar zijn ze nu aan het foto's maken. Oh. En mijn mama is er ook. Mijn andere mama. Heel veel mama's. Heel veel mama's vandaag. En mijn andere mama die komt ook zo wat. En mijn begeleidster ook vandaag. Wordt dus heel druk vandaag. Ja.